denk dat je als je de jongens ziet, dat iedereen te teleurgesteld is. En dat merk je in de kleedkamer ook. En ik denk als je de wedstrijd gezien hebt, dat het ook zeer terecht is. Dat we allemaal teleurgesteld zijn en dat we meer hadden verdiend dan een nederlaag. Ja, want jullie komen ook op voorsprong, vlak voor rust, houden dat nog een tijd vast. En opeens, eigenlijk als Sparta van bank gaat spelen, gaat het mis bij jullie? Ja, ik vind dat we Sparta nog niet eens... Ja, ze gingen wat meer druk vooruit zetten, maar ik vond dat we niet eens... dat je zegt, wat een kans hadden ze. Ja, er gaan twee lullige ballen in, laat ik het maar zo eens noemen. En dan zijn we op die momenten niet scherp. En dan zie je dat we dan 2-1 achterkomen. En dat we dan niet meer de mankracht echt hebben om nog wat te gaan forceren, vind ik. We krijgen nog wel wat kleine kansjes, maar zonde. Is het seizoen hiermee voor jullie eigenlijk nagenoeg afgelopen? Nou, ik heb de andere uitslagen gezien, die zijn volgens mij nog wel redelijk gunstig. Dus we hebben nog vijf wedstrijden te gaan. En we gaan gewoon die wedstrijden spelen om te winnen, alle vijf. En dan wie weet wat er nog gebeurt. Hou jij het spel van vandaag dan het vertrouwen dat het in die vijf wedstrijden beter gaat? Want het gaat niet echt lekker bij jullie de laatste weken. Nee, het gaat niet lekker, daar heb je gelijk in. Maar je ziet toch dat we wel redelijk voetbal spelen. We zijn zeker niet minder dan Sparta, misschien zelfs beter, vind ik. Ik heb geen moment in de wedstrijd gehad dat ik dacht van we gaan hier verliezen. Alleen dat gebeurt wel. En als je dan de komende vijf wedstrijden moet spelen, denk ik dat je gewoon op dezelfde voet verder moet gaan. Alleen hopen dat je misschien wat meer doelpunten maakt en wat zakelijker wordt in de verdediging. Wel heel vreemd bij jullie. Het wil in thuiswedstrijden maar niet meer lukken, de laatste maanden inmiddels al. Ja, als je dat vergelijkt met vorig jaar is dat eigenlijk omgedraaid. En toen hadden we ook geen verklaring voor waarom het uit zo slecht ging. En nu heb ik er ook niet echt een verklaring voor waarom het thuis niet wil lukken. Ik denk dat we na de winterstop gewoon alles tegen hebben wat je maar tegen kan krijgen als je de wedstrijden ziet. Dan daar is niet echt een conclusie voor. Het is sowieso een seizoen voor jullie waarin je in één klap in één seizoen 10 jaar ouder wordt, denk ik. Ja, je maakt vaak veel mee, maar daar hebben we nu veel over gesproken. Veel hebben we daar een streep onder gezet, dus ik denk dat we daar niet meer te veel over moeten beginnen. En voetbal blijft voetbal, hè? De bal is rond. Dus we kunnen gewoon, ondanks wat er gebeurd is, ook gewoon punten pakken. Dus ik denk dat we gewoon door moeten.